Waddinxveen is echt een hele leuke, hele dynamische gemeente. Er gebeurt ongelooflijk veel. We zijn ook heel erg hard gegroeid in de achterliggende jaren. Van zo'n 26.000 naar ruim 32.000 nu. En het eind is voorlopig nog niet in zicht. Waddinxveen is een leuke gemeente om voor te werken. De lijntjes zijn heel kort. Dat betekent ook dat we met betrekkelijk weinig mensen heel veel dingen doen. Waddinxveen is een groeigemeente met heel veel verschillende opgaven. En daarbij kunnen we naast onze eigen werk ook nog allerlei taken op ons nemen die niet direct binnen ons eigen werkveld liggen. Dus dat maakt het enorm divers en uitdagend. We werken met resultaatafspraken, dus hoe jij je werk aanpakt of hoe jij je werk wil indelen, daar word je vrij ingelaten. Maar je moet wel je doelen halen. Concernmanager Publieksplein gaat over de externe dienstverlening, met name dus de paspoorten en de rijbewijzen. Maar ook het communicatieteam valt onder zijn of haar verantwoordelijkheid als we het hebben over de rol binnen het MT. Ja, we zijn echt op zoek naar een collega die met ons als andere collega's probeert ook de organisatie weer een stapje verder te brengen in de ontwikkeling. Nou, als we het hebben over Publieksplein, dan hebben we het wel over een van de paradepaardjes van Waddinxveen. Dat draait nu ongelooflijk goed. Dus voor van de manager Publieksplein vragen wij eigenlijk om dat hele hoge niveau, ja, dat is een uitdaging, om dat hele hoge niveau vast te houden. We zijn heel erg bezig met het digitaliseren van onze dienstverlening. Daar moet de concernmanager denk ik wel een bepaalde visie voor hebben. We hebben een open cultuur, dat kun je ook zien aan het gebouw, hoe dat opgezet is. Waarbij we een aantal zones hebben die ingericht zijn voor een bepaald doeleind. En dat kenmerkt eigenlijk wel de sfeer en de korte lijntjes. Ik zou iedereen aanraden om hier gewoon een keer langs te komen en de sfeer te ervaren en dat zou iedereen over de streep moeten kunnen halen. De deuren staan hier open, iedereen praat met iedereen. Je komt elkaar tegen bij de koffieautomaat en we staan allemaal voor diezelfde mooie klus. Waddinxveen een beetje beter maken. Waddinxveen heeft heel veel te bieden en het is nooit saai in Waddinxveen. Dus ik zou zeggen, zeker solliciteren.